Zo verrompel ons! Weg hier! Oh, is dit? Oh, 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 shit. Oh my god, wat voor leger zit achter mij aan! Jongere mensen, tof, jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Road to Life The Atomizer. Natuurlijk in Infected. We zitten weer in een gloednieuwe aflevering natuurlijk, waar we bij 3 potjes gaan doen in Infected. En we gaan kijken of we de 25 gun streak, de Deatomizer, kunnen gaan halen in een van deze 3 potjes. En we spelen op de eerste map, Genesis, ik was even de naam kwijt, met de Spas. Oké, ik was even, oh shit, was hij hier? Ja, oké, hij was daar, oh my god. Met de Spas natuurlijk, een van de, ik vind persoonlijk de chillste gun class in Infected. En eerst zaten we natuurlijk allemaal te zeggen van, yo, die Spas en die, hoe heet het ding? De Kendall. Wanneer komen er andere wapens? En ik vond het juist wel eigenlijk best wel nice toen alleen die Spas erin zat. Natuurlijk, er is niet zo heel veel variatie in de game. En dat hebben ze op zich wel goed opgelost door uiteindelijk toch weer classes erin te gaan doen. In ieder geval verschillende classes. Maar de Spas is de chillste, Infected class, vind ik. Dus we spelen op een best wel redelijk kleine map met... Oh, what the fuck, kreeg ik daar een hitmarker. Met een shotgun, dus dat is op zich wel nice. Ik denk dat ze hier spannen, persoonlijk. Hallo? Someone here? Nee, niemand. Oké, okay, we gaan gewoon deze 3 potjes natuurlijk proberen die Itemizer te halen. En ik hoop dat mijn teammates er klaar voor zijn dat we gewoon lekker een goed potje neerzetten. Dat niet iedereen gelijk doodgaat in één ding. Mijn teammates gaan lekker. Ik heb nog helemaal niemand gezien. En ik krijg hier neuk aan mijn jeus. Ja. Oké, dat... wat? Wat de hel. Oké, kom op. Ze moet even... Oh shit, nice team. Oh, hier, tactical insertje. Nice, ik heb een kill. Dus ik kwam er nog één. Daar. Ja, ik zweer, ik vind die Spas zo heerlijk hoe die schiet. Oké, daar zit een enemy. Komt er nog een? Teammates, ik kan hem niet raken. Oké, nice. Oh, oké. Mijn teammates hebben het wel goed. Hè? Ze zijn wel goed. Ze kennen een beetje hoe ze dit moeten spelen. Ik ga niet dood. Dacht er niet, vriend. Oh, oké. Okay. Oh, hij is weak. Wat? Nee! Meen je dat? Ik schoot tegelijkertijd toen hij me knifede. Kut, Jens. Oh my god. Oké, okay, we zijn nu al dood. Na 4 kills. Nee, wat dom. Ik had er niet zo fucking open op af moeten gaan. Oh my god. Nu gaan alle teammates gaan al 11. Oké, okay, wacht. We gaan hem killen. Let op. Fuck it. We moeten die guy op streak. Moeten we gaan killen. Hoe heet die guy? De Harround. Ja, is iets met een H of zo. We moeten hun killen. Let op. We gaan het proberen. Oké. Okay. Oké, okay, oh shit, is dat niet? Nee, dat is de Abdullah Bigge. Oké, okay, laat maar. Oké, okay, er zijn al best wel veel teammates, meer dan de survivors. Dus dit kan goed, ik heb hem. Oh, wat de hel, hoe ik... Oh, ik heb er nog één. Oké, dit gaat nice. Throwknife on point, zeg ik. Daar zit er één, let op. Hij kreeg een hitmarker. Heen en weer. Ik wil mijn Comatex. Waar is die? Oh, je hebt hem al, teammate. Lekker, wat? Waar mijn Comatex is weg? Oké, okay, we zijn nog met 3 mensen over. Die guy met 16 schrik is leeft nog. Oh, is hij dood? Ja, hij is helaas dood. Oké, dat hebben we best wel snel opgelost. Like, what? Ik was dood en daarna ging nog een paar dood. En toen was het potje wel zo'n beetje verbaasd. Daar loopt hij. Teammates, jij gaat via rechts? Ik ga ook via rechts. Hij zit in je nek. Hier, wacht, ik heb hem niet. Ofwel, jawel. Hij concentreerde op die enemy voor mij. Of op die teammate voor mij. Boom! 7-4, alsnog een positieve score. Helaas heb ik maar 1 minuut en 28 seconden overleefd. Maar die guy zat natuurlijk op die teammate daar te richten, waardoor ik hem vol in zijn nek kon knijven. Dus dat was super nice. We gaan natuurlijk 3 potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. Deze keer is het op de map Precinct. Met natuurlijk weer de Spas en de Kendall. En deze map is super chill. Ik vind het persoonlijk de chillste fucking Infected map. Ik vind het zo leuk iets... Hoe je hier die controle op kan hebben is echt niet normaal. We gooien hier trouwens onze tripmine neer. Ik hoop dat hij daar misschien een killtje kan pakken. Maar ik vind deze area en hierop vind ik echt chill. Echt overzichtelijk om Infected op te spelen. Ik wil niet de first worden. Dankjewel. Dit spel mag mij een keer. Ik heb het in spellen waar het spel mij niet mag. Dus we gaan gewoon proberen om in dit mooie mapje natuurlijk weer voor de Deatomizer te gaan. En ik hoop en ik denk dat het wel gaat lukken. Want ik denk dat dit wel een nice match is qua map en wapens. En dat het gewoon allemaal mee zit. En ik voel gewoon dat we het ook gaan halen. Nou, ik ga een beetje hier zitten. Ik hoop dat we via hier wel wat mensen kunnen zien en kunnen killen. Bijvoorbeeld daar. En die killde iemand. Oké, nou, hij komt op ons af. Oh shit, killsteal. Oké, ik ook het. Ik wilde niet te hard op afrennen. Hij liefde de game. Oh my god. Hij liefde de game toen hij dacht van, ja, ik ben dood. Enemy, teammate online. Oh. Als ik hem niet had geraakt, hè, met mijn candle, dan was hij dood geweest, die teammate. Dat zag ik gelijk. Oké, okay, iemand is dood gegaan. Like, RTL 4 heeft in mijn clan tag. Wat een gozer. Sowieso een Nederlander.
Oké, kom op. Oké, er gaat weer iemand dood. Waarom gaat iedereen zelfmoord plegen? Oké, oh shit, hij heeft 2 man gekild. Oké, nou wordt het wat iets te snel. Ik heb nog geen kill en er zijn nu al 5 man dood. Dat is niet goed. Dat is geen goed teken. Ik zie ook helemaal niemand. Ik denk dat ze hier ergens aan die kant spannen. Maar ik zie ze nog niet, dus oh shit. Oh, ja, ik zag hem wel rennen. Ik wist het. Ik dacht van, oh nee, het is vast iemand met een rood pakje weer. Jongens, ga een beetje verspreid daarachter staan. Dan ga ik het hier wel killen. Want ik wil wel wat kills krijgen hoor, voordat ik doodga. Of dat we misschien helemaal niet doodgaan. Je weet maar nooit. Oké, die first effect, die killt weer iedereen. Alleen, oké, wat? We gaan rank omhoog. Oké, wat de hel? Nee, dit meen je niet. Er zijn al 10 man dood en ik heb nog niemand. Ik ga hier zitten. Ik ga hier zo. Ja, daar komen ze. Oké. Ik weet nu een beetje waar ze vandaan komen. Via hier. Tripmine kill. Ha! Hij heeft toch een kill opgepakt. Oh, die Tripmine. Wat een gozer. Wat een... Oh, shit. Worden hier nou wel druk? Teammates kun je uit. Ja, ga ik toch nooit redden, Dylan. Oh, shit. Er zit iemand in mijn nek. Of daar... Oh, shit. Boom. Ja, ik hou van die spas. Even back... Oh, shit. Waar is de andere? Nice, teammates. Hou dit vast, jongens. Ik gooi mijn trip maar even hier neer. Oké, team is het. Oh shit, oh shit, fuck. Ik moet niet switchen van wapen. Ik moet echt met die shotgun gaan. De candle is nu echt niet handig, zeg maar. Het gaat echt fucking druk worden hier. Oh. Weer die Jens, ouwe. Ik speel zo dom soms, jongen. Oh my god, ik schoot mis. Waardoor hij me easy kon knifen. Oké, GG Jens. Oké, wacht. Throwknife. Oké, ik dacht dat hij erin liep. Oh shit. Ja, dat had ik ook, wat die guy had. Dat je gewoon naar iemand toespringt, maar dat je natuurlijk mist. Oké, die is ook down. Nog 2 man. Oh my god, dit was de map, de clash. En we hebben het gewoon weer opgevolgd, zou ik maar zeggen. Oké, het laatste potje voel ik dat we gewoon een goede game neer gaan zetten. Oké, ze zitten hier met z'n tweeën. Dat is best wel goed dat ze nog met z'n tweeën zijn. Ik ga een beetje hier hiden. Oké, kijk die zwerm die via links aankomt. Dan ga ik via... Oké. Easy. Mijn teammates hebben het al gefixt. 8-1 gingen we weer. We hebben wel veel langer overleefd dan net. Maar nog steeds niet lang genoeg. En nog steeds niet genoeg kills voor natuurlijk die... Wat doet deze teammate? Oh mijn god, met de RTL 4 clan tag. Jongens, we gaan 3 potjes doen per aflevering. Dus op naar game nummer 3. Tot zo. Zo mensen, zijn we game nummer 3 aangekomen. En deze keer is op de map Throwback, wat super dope is. En we spelen met de Rek. Wat ook op zich wel een nice wapen setup is voor deze map. En we gaan gewoon kijken of we dit potje natuurlijk veel betere scoren kunnen halen dan de vorige 2 potjes. Want daar ging het nogal best wel vaak mis. Jens Pro Gamer NL, die ons de hele tijd killen. En hij zit er nog steeds in. Dus Jens, kom maar op. We gaan deze keer wel goed spelen, hoop ik. En ik hoop niet dat we first infect worden. Oké, nice. Niemand hier in de buurt? Oké, ik schrik de hele tijd van die rode... Oh shit. Oh mijn god. Hij werd vol uit de lucht geschoten, die guy. Maar door wie? Door een infected. No shit, maar waar... Oh. Ha, killsteal. Wow. Oh, hij heeft nog een wapen. Kut. Oké, dat had ik niet door. Ik heb jeuk in mijn nek. Even krabben. Oké, we moeten een beetje oppassen. We hebben al 1 kill. Oké, die 1... Oh, wat de hel? Die is level 7 en alweer 1 kill. Dat is nice. Want sommige mensen die gewoon fucking hoog level zijn, die hebben gewoon later een kill dan wat deze guy net heeft gedaan. Maar de Rek is super chill wapentje. Want ja, het is een burst wapen. Maar ook een sterk burst wapen. Hij schiet gewoon 1 burst en je hebt soms wel een kill. Soms moet je er 2 schieten. Maar meestal 1. En dat is pittig nice. Dus we gaan gewoon... Oh my god, teammates. Wat? Is dat mijn verbeelding soms? Hoor? Maar die rode pakjes moeten gewoon... Oh shit, die komen... Fucking tering. Echt waar, die rode pakjes steeds... Kom. Dankjewel. Daag. Oké, we hebben de Black Man gekillt met de RTL 4 clan tag. Oké, we zitten al lijp op... Wat is het? 3 kills. Oké, dat is chill. Dat is een steady begin, zou ik maar zeggen. Oké, het zit hier. Oh my god. Ja, die burstwapen is van die afstanden... Zo chill, ex. Oh, kut. Kijk, one burst, dat bedoel ik. Dat is zo chill. Gewoon op het bovenlichaam is het one burst. En dat is pittig sterk, hoor. Holy shit. Dat ben ik eigenlijk best wel vergeten. Oh my god. Oh, die oranje pakjes, maar dat leidt me de hele tijd af. Oh shit, hier weer. Ik weet niet waarom, maar het lijkt zo erg als iemand springt op een infected guy. Teammate. Oké, ik blijf nog heel even hier. Gewoon puur even om de kills te innen. Maar we moeten zo meteen wel even naar de citroen verhuizen, zou ik maar zeggen. Het kan pit druk hier worden. En ik sta hier met eentje. Ik ga terug. Fuck it. Anders ga ik hier. Anders gaat iedereen hier dood. Hier is mijn hulp beter. Shit. Oh shit. Ik heb hem teammate lekker. Oké, we zitten al op 8 kills. Oké, nice. Oké, het wordt pittig druk. We moeten gewoon blijven bewegen. Als we gewoon in beweging blijven, dan kunnen ze ons natuurlijk moeilijker. Oh my god!
Die troonhuis was te close daar. Fuck it, vang deze granaat maar. Oh my god, een hitmarker. Die granaat was zo close. Oké, okay, nice kill. Links jongens, hou links ook in de gaten. Oh, ik zweer het. Echt, we gaan nog dood door die links houden. Niemand houdt links echt in de gaten. Fuck it, hier vang die granaat maar. We krijgen de hele tijd scavenger, dus we krijgen gewoon nieuwe granaten. Oké, okay, dan staat daar de boer in ieder geval even in de fik. Ik sta te lang stil. Oh my god, die vent die had 2 burst. Oh, buiten de mat, dat is ook niet zo slim. Ze overrompelen ons! Weg hier! Oh, shit. Oh shit. Oh my god, wat voor leger zit achter mij aan? Nee! Oh shit. Holy damn. En level 8 heeft het overleefd nog als laatste. Maar wat voor leger daar achter ons aan zat. Holy shit. Waar is de fucking laatste man? Waar is die chappie? Oh mijn god. Ik zo... Ja, op dat soort momenten is de burstwapen nou niet zo chill. Want ja, dan zou een shotgun wel nice zijn geweest op dat soort momenten. Maar oh my days. Komt die radar nog over of wat? Oké, nu is de fucking final pass. Oké, daar, let op. Across the map. Ja, dan moet ik niet tegen zo'n... Wauw. Oh my god. Maar die gang die achter ons aankwam. Holy shit, ik zweer het. Oh my god. En natuurlijk staat iemand AFK of ligt natuurlijk in een hoenkie en die overleeft het als laatste. Helaas, pindakaas voor deze aflevering. We hebben er niet echt heel dichtbij in de buurt gezeten, maar toch 15 kills is op zich wel een decent score. Maar jongens, ik hoop dat jullie deze aflevering natuurlijk weer leuk vonden. Vergeet dan niet zeker een duimpje omhoog te doen, dat zou ik super leuk vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan zeg ik tot bij de volgende video. Later. We'll be right back.